Heren van Dak Eraf, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jongens, dat was even kort dag, want ik kreeg gisteren inderdaad een aantal mensen die ziek waren. En ja, dan ga je bellen. Ja. En Connie van Berk Music die belde mij op. Hij zegt van, nou heb ik iets voor jou, jongen, dat wil jij niet weten. De heren van Dak Eraf, van links naar rechts is dat Gert-Jan, Albert-Jan en Hans. Nee, geen Hans-Jan. Jullie zijn Gert-Jan en Albert-Jan. Nou, Gert-Jan, dat hoor je nog van. Albert-Jan, jouw vader zit waarschijnlijk in de Rotary Club. Nee. Nee. Want jij komt uit Friesland. In Friesland hebben ze geen Rotary Club. Nee. Heren, jullie zijn het trio Dak Eraf. We zijn het trio Dak Eraf. Klopt. Nou, met twee K's, hè? Met twee K's, ja, inderdaad. Ja, ik zat al even te googelen gisteren. Ik denk, hé, wat vreemd. Maar vertel eens even, Dak Eraf, wat is dat? Dak Eraf is een trio wat eigenlijk voornamelijk geboekt wordt voor feesten. Als het echt feest moet worden, als het Dak Eraf moet, zeg maar. Dan boek je Dak Eraf en dan spelen wij Nederlandstalige muziek, Engelstalige muziek. Maar voornamelijk allemaal nummers waarbij het lekker feest wordt. Waarbij je een partyband. Een echte feestband. Feestband. Ja. En het leuke aan jullie is, want jullie zijn internationaal, heb wij ik gehoord. Wij zijn internationaal, ja. Wij vertegenwoordigen de drie noordelijke provincies. Groningen, Friesland, Drenthe. Ja. En ja, dat is leuk. Wie speelt wat trouwens bij jullie? Wat speel jij? Ik speel basgitaar en ik zing. Ik speel de bas. En jij bent de drummer, denk ik. Ik ben de drummer. Ja, dat is altijd. Ja. Uit Friesland? Uit Friesland. En wat speel jij? Ik ben gitarist-zanger. Oké, okay, dus en jullie hebben... Lead-zanger. Ja. Lead. Met dubbel E? Leed. Het zit vol leed. Ja. Ja. Dus met andere woorden, twee gitaren, een basgitaar, een solo-gitaar en een drum. Een drummer. En jullie spelen, noem eens een aantal nummers wat jullie spelen. Ja, van Guus Meeuwis, Per Spoor of Bad Moon Rising van The Creedence. Of Je hoeft niet naar huis vannacht van Borsato. En wat hebben jullie van 2003 tot 2009 gedaan, zodat ik jullie niet ken? Veel optredens. Ja, waarschijnlijk eigenlijk in de boerenschuur. Maar ja, het is toch zo, als je geen singles hebt, als je niet op radio komt, dan kennen de mensen je niet. Hè? Het is toch, je zit in het circuit, je komt op feesten, vaak ook besloten feesten, waar niet iedereen kan komen. Ja, af en toe dan, vooral de laatste tijd wel meer feesttenten, wat dorpsfeesten. Ja. Dus dat gaat nu steeds beter. Maar ja, als je geen singles hebt, dan kennen de mensen je toch niet. Dus we hadden echt iets van, nou ja, we willen een beetje doorbreken. Dus we gaan we gaan een single maken en we gaan eens kijken wat dat gaat doen. En tot nog toe gaat dat hartstikke lekker. En nou hebben jullie de single en dat is de voorloper. En die wordt volgens mij goed opgepakt bij de radiostations. Het gaat lekker. Ja. We staan al op, 20 in de Nederlandstalige, top 30. Ja, er wordt veel gedraaid op allerlei stations. Oké, Hans, dan gaat je tijd. Tenminste, als Ellen van de Klok klaar is. Ja, Ellen is klaar. Dan gaat je tijd. Nu in. Jouw naam is Gert-Jan, hè? Mijn naam is Hans. Jouw naam is Hans. Mijn naam is Hans. Hans anders? Helemaal niet. Helemaal niet. Hey, Hans, even zonder gekheid. Doe jij er nog iets bij of is het je beroep? Ik doe er nog iets bij, maar het is wel mijn beroep. Ik speel bas. Ja? En doe ik in allerlei bandjes en dat soort dingen. Maar je hebt geen normale tussen haakjes werk? Ik heb nog normaal werk. Ik doe ook nog grafische vormgeving. Ik maak websites, reclamefolders, laatst nog schoolboekjes. Schoolboekjes? Ook dat. En grafisch? En wat houdt dat in? Dat je achter de computer dingen in elkaar zet. Dus hoe de bladzijde eruit ziet, hoeveel tekst erop komt, waar de plaatjes komen. Zeg maar hoe een reclamefolder of een boekje in elkaar zit als jij een schoolboekje ziet. En dat is vervelend werk, toch? Staat en dat soort dingen. Dat is vervelend werk, daar is niks aan. Dat is helemaal geen vervelend werk. Nee, dat is leuk. Maar het is wel, ja, ik heb hem al, zit er al in. Hij ging wel goed, hoor, Hans. Oh, het is nadenken, hoor, als je dat niet meer doet. Jeetje. Maar hij ging wel goed. Oh. Helen, kom eens even bij me. Meid, wat heb je ervan gemaakt? Nou, beter dan de voorganger, Frank van Etten, die had maar 29 en je hebt 55. Woehoe. Zo. Frank van Etten had 21 trouwens, hoor. Even voor de statistiek. 55 seconden. Jongen. Dan gaat ook voor jou de tijd nu in. Je bent er klaar voor, toch? Ik dacht het wel. Dat weet je niet zeker? Jawel. Zo jammer. Het is moeilijk, hoor. Ja, het is heel erg moeilijk, hè. Hij gaat er ook in één keer bij liggen van de jongen. Ja, ik heb het helemaal gehad nu. Ik vind het helemaal niks. Ik wil naar huis zoiets van. Nee, nee, nee. Ik ga nou, Ellen, dit was volgens mij minder dan 55. Wat schat je zelf? Ik heb geen idee. 10, 5, oh, 2, dat is heel optimistisch. 6. 6 seconden. Gert-Jan, ook voor jou gaat de tijd nu in. Heb jij er nog een baan bij? Ik heb er geen baan bij. Geen baan? Geen baan. Oeh, daar zat hij bijna. Dus jij bent beroepsmuzikant? Ik ben helemaal beroeps. En leef je dan puur van Dak Eraf? Ik leef van Dak Eraf. En af en toe doe ik ook nog wat andere optredens. En daar kun je van leven? Daar kan ik heel goed van leven. Ben je getrouwd? Ik ben getrouwd. Met een...
vrouw of een man? Met een vrouw, met Suzanne. Met Suzanne. Dat is mijn schat. Dus, heb je kinderen? Ik heb 2 kinderen. Van jezelf? Helemaal van mezelf. Een jongen en meisje? Een jongen. En daarnaast heb ik nog een jongen. Wat willen ze worden als ze groot zijn? Volgens mij wil de ene wel heel graag ook wel muzikant worden. Want die heeft laatst voor Sinterklaas al ontzettend mooi piano gespeeld. Voor Sinterklaas? Voor Sinterklaas. Oké. Inderdaad. Inderdaad. En de andere die wil denk ik heel graag... wat zou die willen worden? Dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Die wil zoveel dingen. Ja. Die wil van alles wel. Maar die wil ook minimaal 6.000 euro in de maand verdienen natuurlijk. Dat is hij nou zo'n beetje gewend. Dus, ja, dat standaard. Ja. Hij zat er wel in. Hey, voordat we naar de tijd gaan, even serieus, want dit vind ik wel een interessant interview. Want of interessant onderwerp. Verdien je echt met muziek, met een beetje gitaarspelen? Nee, 6.000 euro in de maand? Nee, natuurlijk niet. Okay. Ik zit al naar de collega's te kijken van wat doen wij verkeerd, hè? Toch? Waar is het misgegaan? Ja, Hans, wat, jij moet met 1500 euro netto naar huis en dan gaan we. Dan zijn we al blij. Toch? Ja, nee. Oké, Ellen, dit was wel een hele goede volgens mij. Dit was een top prestatie. 2 minuut 19. 2 minuut 19. Hier is Dak Eraf en Zo Verliefd. Eraf.